Holy shit, joh. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag zaterdag. En vandaag moet ik echt een video opnemen. Ik was mijn slof kwijt. Pip had hem gehaald. Auw! Kijk eens, Pip. Deze. Oeh, dat schoot in mijn rug. Ik ga nu heel even een ontbijtje klaarmaken. Daarna ga ik hem opmaken. En dan ga ik daarna de video opnemen en meteen editen. Ook meteen de video van morgen editen en alvast beginnen met de vlog. Dat ga ik vandaag een beetje doen. Ik wil eigenlijk naar Beuningen toe. Maar daar ga ik maandag sowieso heen. Dus ja, ik dacht van, kan ik nou beter alle tijd stoppen in die video. Omdat ik het ook best wel pittig vond om die op te nemen. Maar eerst even een lekker ontbijtje voor mezelf klaarmaken. Ik denk dat ik heel veel croissantjes in de oven doe. En een smoothie daarnaast maak met yoghurt en aardbeien. Of yoghurt en banaan. Ja, ik denk yoghurt en banaan. Ik wil in ieder geval wel weer een beetje fruit en zo binnenkrijgen. Want ja, dat is er afgelopen week niet echt van gekomen. Zo, ik heb me even normaal aangekleed. Ik heb een vest aan van MoosWanted.nl. Een shirtje van The Only. Mijn Freddy Pants broek. En ik heb mijn Timberlands aan van Sarenza. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. Ik kreeg echt het ene en het andere pakketje binnen. Het is echt niet normaal. Het werd aangebeld door de DHL. En ik deed de deur dicht. En er werd alweer aangebeld op PostNL. Dus het was een lopend vuurtje hier. Ik ga nu dus heel veel ontbijten. Het is nu 11:50. Laten we zeggen dat ik een uurtje doe. Op video's kijken, theetje zetten. Even rustig ontbijten, een beetje opruimen en zo. En dan daarna lekker opnemen. Pip wordt steeds erger. Het is maar goed dat we dinsdag weer naar puppycursus gaan. Oké, ik heb net heel even met mama gebeld. Het is nu 12:15 en ik ga nu opnemen. Ik heb niets aan mijn haar gedaan, maar ik vind het eigenlijk wel prima zo. Dus ik ga nu heel even alles klaarzetten. En dan ga ik het opnemen. Ik heb niks voorbereid. Dat wou ik eigenlijk wel doen. Maar ik denk van, dat komt het nog allemaal wel. En ik weet ook niet hoe ik het moet gaan verwoorden. Maar gelukkig kan ik knippen en plakken. Het is maar goed dat dit geen uncut video wordt. Want dat wordt een hele vreemde video om dan naar te kijken, denk ik. Dan heb ik het maar gehad. Dan ga ik het daarna editen en gooi ik het ook zo snel mogelijk online. Want ik weet ook gewoon dat mijn kijkers aan het wachten zijn op een video van me. En ik wil jullie niet weer teleurstellen. Dus ik ga nu opnemen. Oké, ik heb net een video opgenomen. Ik denk echt dat ik nu nooit zoveel moeite heb gehad om een video op te nemen. Ik weet ook echt niet of ik alles heb gezegd dat ik wilde zeggen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zeg ik het echt nog wel in de vlogs. Ik probeer hem nu zo snel mogelijk te editen. Het is nu 10:55. En als ik hem nu edit en misschien nog op tijd kan renderen, dan ja, misschien dat hij dan nog om 3 uur online kan. Het was pittig, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben blij dat ik het nu heb gedaan. Dat heb ik eigenlijk wel heel erg gemist, het editen van mijn video's. Want dat vind ik echt oprecht altijd heel erg leuk om te doen. En ik hoop dat ik er iets moois van kan maken. Oké, ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar Pip is echt in alle staten behalve moe. Dus ik ga lekker een mooie shoottaart maken. En dan kan die daar na 2 uur opstijven in de koelkast. En dan hebben we vanmorgen een mooie shoottaart. En dan kan ik mijn KitchenAid eindelijk gebruiken. En tegen die tijd dat ik dat klaar heb, is denk ik ook mijn vlog wel al klaar. Het is heel makkelijk gemaakt, dus ik ga lekker mijn shoot-out maken. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. De video is inmiddels live. Ik ben na het posten van de video heb ik mezelf nog even doorgekeken. En daarna ben ik direct gaan slapen. Ik heb echt ruim 2 uur geslapen. En nu ben ik mijn zuurkoolschotel even aan het opwarmen. Deze heb ik laatst gemaakt. En dit is dus op recept van mijn zus. Dit is echt super lekker. Is het trouwens normaal dat hier dan allemaal rook komt en zo? Ik vertrouw deze magnetron eigenlijk echt helemaal niet. Ik heb hier wel eens vlammen in gehad. Dus ik vind het altijd eng om deze te gebruiken. Verder maak ik ook een soepje. Een tomatensoepje. Daar heb ik gewoon echt heel erg veel zin in. Dus dat ga ik er ook heel veel bij eten. Ik wou er eigenlijk een broodje bij eten. Maar toen bedacht ik me dat ik ook nog die zuurkool had. En ik vind het gewoon zonde om die zuurkool weg te gooien. Want ik denk dat die zuurkoolschotel op bloemkool maar wel mijn favoriete eten is. Zoveel dozen. Niet normaal. Holy shit, joh. Wat een vreemde bedoeling. Ik ga zo even doorprakken, zodat het goed warm wordt. En dan doe ik het nog heel veel erin. En dan ga ik heel veel rustig alle reacties lezen van de video. Ik heb er al een paar gelezen. Ze waren allemaal super lief en positief. Dus dat doet me goed. Oké, ik heb de vlog van donderdag heb ik geëdit. Ik heb de video met Rutger heb ik geëdit. Voor februari. Het is een beetje ongemakkelijk dat hij eigenlijk nu net zondag online komt. Maar hij staat echt al vanaf december ingepland. En ik kan het gewoon echt niet maken. Want hij was eigenlijk vorig weekend al ingepland. En toen heb ik tegen Rutger gezegd, weet je, we doen dit weekend wel.
Die is dus echt al heel ver van tevoren opgenomen. Het is wel gewoon een hele leuke video. Dus ik hoop dat ik jullie daar in ieder geval blij mee kan maken. En ik moest wel lachen tijdens het editen. En ik heb echt 1,5 uur met Dionne gebeld. Dat was ook alweer heel erg fijn. En het is nu 11 uur. Alle kaarsjes zijn uitgegaan. Dus ik doe ze weer even nieuwe kaarsjes erin. Die ga ik dan weer aansteken. Ik pak even een zakje chips erbij. En oh, mijn BH irriteert. En daarna ga ik denk ik alweer bijna richting bed. Ik ben blij dat die video's af zijn. Voor morgen ben ik in ieder geval klaar. Maar ik wil eigenlijk nog heel graag de vlog van overmorgen ook nog editen. Die is echt maar heel kort. Maar dan ben ik in ieder geval zeg maar klaar. Voor, dan hoef ik morgen niks meer te doen. Dat is wel fijn. Oké, het is bijna 1:15 en ik ga nu naar bed. Ik wil eigenlijk nog douchen, maar ik ben heel erg moe. Dus ik ga morgenochtend wel even douchen. Oh, het blijft hier ook gewoon een bende. Het is niet normaal. Ik was een vlog van mijn man aan het kijken op de televisie. Maar ik ben te moe. Dus ik zet hem nu gewoon uit en dan kijk ik morgen wel weer verder. Ik heb nog zoveel video's die ik moet terugkijken. Dit is trouwens ook de afstandsbediening van onze televisie. Die is echt maar heel klein. Zo, ik ben wel blij, want ik heb wel het idee dat ik vandaag weer wat meer heb gevlogd dan de afgelopen 2 dagen. En ik ga er gewoon weer mijn best voor doen. Dus ik ga nu lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! En ik heb vandaag allemaal oude foto's teruggekeken. Echt van de tijd dat ik uitging toen ik nog 14 was. Maar ook gewoon foto's van mij en mijn zus. En dat is gewoon heel erg gek als ik die foto's terugzie en dan het realisatiemoment heb dat ze er niet meer is. Ik wou vandaag heel graag dus die extra video opnemen voor morgen. Morgen is zaterdag. Want ik wou eigenlijk morgen naar Beuningen toe. Maar ik ga maandag sowieso al naar Beuningen toe. Want dan heb ik een afspraak in Beuningen.